We hebben 10 wandelroutes uitgezet in en rondom Almelo. Of eigenlijk hebben wij dat niet gedaan, we hebben onze vrijwilligers, de wandelmaatjes, dat gedaan. En ja, dit is er eentje van inderdaad. We hebben de afgelopen coronaperiode gezien dat mensen het toch wel heel erg waarderen om te wandelen. En voor de coronaperiode deden we dat gezamenlijk. In de coronaperiode werd het natuurlijk wat lastiger, dus hebben we heel veel dingen opgepakt. Zodat mensen wel konden wandelen, maar op eigen initiatief. En dat is eigenlijk heel goed bevallen. En we hebben bedacht dat we daar ook deze zomer nog mee door willen gaan. Iedereen kan op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd, tempo, de routes bewandelen. Dus nou ja, je kunt ervoor kiezen om met je hele gezin deel te nemen. Je kunt ook zeggen, nou, ik wandel lekker alleen met de hond de routes, dat kan allemaal. We willen eigenlijk dat elke route nou, in zo'n 1,5 uur wel te bewandelen is, zodat iedereen er wel aan kan deelnemen. We hebben een paar routes inderdaad in het centrum uitgezet. Maar omdat we weten dat de meeste wandelaars echt genieten van het, de rust en de pracht en praal van de natuur, hebben we echt wel veel ook in het buitengebied van Almelo uitgezet. Dus nou ja, iedereen die thuis blijft en denkt ik wil de komende weken, maanden toch nog wat passen zetten, die kan zich wagen aan de Almeloopjes.